Nooit. Grote consternatie in Dinxperlo met een verrassende afloop. Het is wetenschappelijk onderzocht. Het ultieme vakantiegevoel begint met een nieuwe shampoo. Nee, gewoon geen verandering in. En inwoners van Voorde blijven zich verzetten tegen de kap van bomen. Goedenavond, het nieuws van zaterdag 28 juli. Paniek om niets vandaag in Dinxperlo. Daar rukte de brandweer massaal uit omdat er een gevaarlijke stof uit een geparkeerde vrachtwagen zou lekken. Maar het liep uiteindelijk met een sisser af. Mannen in een soort astronautenpakken benaderen met de grootst mogelijke voorzichtigheid deze vrachtwagen. De brandweer komt net terug van een andere klus als ze een bruine vloeistof uit de wagen zien lekken. Direct wordt de straat afgezet en putten worden bedekt met zand om te voorkomen dat het goedje in het riool stroomt. Omdat de gevarenborden en wie op de vrachtwagen zaten toch een indicatie gaven dat het om een toch wel een mogelijke giftige stof zou kunnen gaan. Hebben ze in elk geval op voorhand ruim afgezet en contact gezocht met de alarmcentrale en daarop ben ik ook gealarmeerd. De bruine vloeistof blijkt regenwater te zijn, vermengd met onschuldige materialen die in de wagen waren geladen. Paniek dus om niets. Ja, paniek om niks, dat kun je pas zeggen achteraf. Als het wel toch om een stof gaat en dat duidt ook de schilder aan wie aan de voorkant erop zit op de vrachtwagen, moeten we toch de veilige kant kiezen. Nadat het regenwater uit de vrachtauto is gepompt, kan de weg weer worden vrijgegeven. Het ultieme vakantiegevoel. Wat houdt het in en hoe lang houden we dat gevoel vast? Jessica de Bloem promoveert op dit onderwerp aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Vakantie vieren doen we massaal en we geven er jaarlijks miljarden aan uit. Vakantiegangers in Groenlo over hun vakantiegevoel. Het weer heb je nooit in de hand. Geniet gewoon lekker van de vakantie. Het vakantiegevoel, houdt u dat lang vast? Ja, heel lang. Dat is echt genieten. Als je thuis komt, dan kijken we helemaal tegenaan. Maar is dat zo? Komen we uitgerust terug of storten we ons direct op ons werk? Het is een van de motivaties om een onderzoek te beginnen naar vakantievierend Nederland. Nederlanders geven gemiddeld 15 miljard euro uit aan vakantie. Maar dat was heel lang eigenlijk niet bekend of vakantie überhaupt wel nut heeft. Vakantie heeft zeker nut. Mensen voelen zich tijdens vakantie gelukkiger en gezonder. Maar helaas houdt dat gevoel na de vakantie niet zo heel lang stand. We gaan nou naar huis en we hebben net een hoogstbui gehad, dus we hebben het eigenlijk wel gehad nu. Herkenbaar tafereel op camping Marveld in Groenlo. Inpakken en wegwezen. Maar de laatste vakantiedag is hierdoor vaak niet de leukste. En dat is zonde. De laatste vakantiedag bepaalt hoe je terugkijkt op je vakantie. Dus ga op je laatste vakantiedag vooral iets leuks doen. Andere tip is gebruik een andere shampoo of douchegel. Nou, ik heb voor jullie een shampootje. Die raakt dan gekoppeld hopelijk aan jullie vakantiegevoel. En als jullie hem dan thuis weer gebruiken, dus een klein beetje overhouden, dan raken jullie hopelijk weer in de vakantiestemming. We hebben altijd zat de douchegel, dus helemaal mee onderweg. Dus dat, Of bewaar bijzondere dingen. Nou, ik ben net terug van vakantie in Nieuw-Zeeland. En ik heb mijn schatkistje even meegenomen waarin ik mijn vakantieherinneringen bewaar. Hou je vakantiegevoel vast. Dit zou jullie schatkistje kunnen worden. Oh, wat leuk. We kunnen in ieder geval terugkijken op een hele leuke vakantie. Dus dat gevoel er blijft wel. We gaan volgend jaar weer terug. Geen medaille voor de Gelderse sporters vandaag op de Olympische Spelen. Judoka Jeroen Mooren uit Nijmegen verloor vanochtend direct zijn eerste partij. Ook bij de wegwedstrijd voor wielrenners werd geen plak behaald. Robert Geesink uit Aalten reed lange tijd in de kopgroep, maar kwam als 23ste over de streep. De bewonersgroep Hout voor de Groen heeft in Voorde weer actie gevoerd tegen de geplande bomenkap van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil het centrum opnieuw inrichten en daarvoor moeten zo'n 70 forse bomen wijken. Sommige bomen zijn wel 80 jaar oud. Zo gaat het klinken als de gemeente Bronckhorst haar zin krijgt. Kettingzagen die zo'n 40 bomen in het centrum van Voorde omzagen. De gemeente plaatst na de kap nieuwe bomen terug, maar volgens Hout voor de Groen is dat geen oplossing. Het zijn ten eerste veel kleinere bomen. Het zijn er minder. Het zijn er 40 in totaal. Het zijn dus niet 70, ruim 70. Dat is al een verlies. Maar het verlies is veel groter omdat het kleine bomen zijn die dus nog een jaar of 20 waarschijnlijk nodig hebben om dezelfde omvang te krijgen als de bomen die er nu staan. En dus voert de bewonersgroep actie tegen het centrumplan. Hout voor de Groen krijgt steun uit het hele dorp. Bij een eerdere actie werden al 2000 handtekeningen opgehaald. Voorde is al mooi en een omliggende dorp, daar kun je aan zien dat het gewoon niet mooi wordt. Het wordt niet mooier.
Ik ben hier omdat ik wil dat de bomen blijven staan en dat de gemeente luistert naar de mensen die hier wonen. Van wie is het dorp eigenlijk? En ik denk dat het dorp in eigendom is van alle burgers samen. En als ik dan hoor hoeveel mensen er zijn die graag hebben dat die bomen daar blijven staan, vind ik het ook belangrijk dat ze er blijven staan. De bewonersgroep is bezig met een rechtszaak en de gemeente Bronckhorst mag daarom voorlopig nog niet kappen. Over 2 weken gaan de juridische experts van de gemeente en de bewonersgroep om tafel om te onderhandelen over het lot van de bomen. Een recordpoging moet de ziekte hepatitis wereldwijd onder de aandacht brengen. Of dat lukt, ziet u zometeen. Een 38-jarige man is gisteravond gewond geraakt in Doornspijk toen hij uit zijn cabrio werd geslingerd. Hij kwam onder zijn auto terecht en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is met een aantal gebroken ribben naar het ziekenhuis gebracht. En volgens een omstander had hij net die middag de cabrio gekocht en was de officiële overschrijving nog niet eens rond. In Zutphen hebben leden van de SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks, vandaag zelf verkiezingsborden geplaatst. Vanwege bezuinigingen wilde de gemeente maar op 1 plek plakborden neerzetten. De partijen vonden dat veel te weinig en sloegen daarom de handen ineen. In totaal zetten ze 40 borden op 10 locaties neer. Ook posters van andere partijen mogen erop geplakt worden. Schaatsen in de volle zon. Het kan de komende weken bij het Watermuseum in Arnhem. En dan kun je dus kiezen. Lekker kliederen met water. Of de ijsbaan op. En dan kun je op de schaats met een bloot bovenlijf. De kunststof ijsbaan is nog tot en met 12 augustus geopend. De volière bij het gemeentehuis in Bemmel is gisteravond vernield. Ook zijn er een aantal vogels meegenomen. Dat meldt de wijkagent. De politie zoekt nog naar getuigen. Enkele jongeren die in de buurt aanwezig waren zijn ondervraagd en weggestuurd. Bewoners reageren geschokt. Ik vind het triest om de lege hoop te zien wat hier op de hoek zit. Gewoon. Ik vind het heel triest. Morgen is de Vitesse Fendag op de markt in Arnhem. Voor veel mensen een dag om naartoe te leven, maar horecaondernemers aan de markt zijn helemaal niet blij. Ze kijken tijdens het evenement tegen een groot zwart zeil aan. Weggestopt, zo voelen de ondernemers van de markt zich. Bij de opbouw voor de Vitesse Fendag zijn hekken neergezet met zwart zeil, waardoor de horeca in de straat niet mee profiteert van het evenement. Vitesse Dag was verleden jaar was die gewoon open. En nu zijn we weer afgesloten. We hebben weer schermen ervoor staan. Wij worden met z'n allen hier buiten gesloten. Want wat merkt u daar dan van? Dat de mensen hier gewoon niet komen. We zitten weer achter een scherm. Ook tijdens het afgelopen Koninginnenfeest werden al zwarte zeilen opgehangen. Volgens de ondernemers kostte ze dat destijds duizenden euro's aan omzet. En ze hebben inderdaad ook de schermen geplaatst, geblindeerd. Waardoor de loop hier in onze straat. En ik moet zeggen, we hebben nu gewoon best wel een leuke straat met heel veel horecaondernemers. Nieuwe zaken. En dat wordt nu gewoon verstopt weer. De oplossing is voor de ondernemers in elk geval duidelijk. Gewoon het scherm weg en wij horen bij het evenement. Wat Vitesse van dat idee vindt is niet bekend. De club was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Het is u misschien volledig ontgaan, maar vandaag was het Wereldhepatitisdag. Om meer aandacht te vragen voor deze leveraandoening is er over de hele wereld een recordpoging horen, zien en zwijgen gehouden. Ook in Apeldoorn deden ze er aan mee. Een kleine groep mensen verzamelt zich vanochtend op het station in Apeldoorn voor de recordpoging horen, zien en zwijgen. Kunt u dat voordoen? Zien, horen en zwijgen. Een symbolische actie, want volgens de Leverpatiëntenvereniging wordt er nog niet genoeg gepraat over en geluisterd naar hepatitispatiënten. De leveraandoening heeft een behoorlijke impact op hun leven. Vermoeid zijn, weinig kunnen doen en er is nog geen, voor mij nog geen goede medicijnen. Dus ik wacht op goede medicatie. Voor de recordpoging moeten er minstens 25 mensen meedoen. Maar dat is nog niet zo makkelijk geregeld. Vooral in het flatgebouw, alle mensen op de balkons. Kom even naar beneden. We hebben er 25 nodig. Nou, gaat dat lukken? Ik zie er nu een stuk of 15. Ja, natuurlijk gaat dat lukken. Nou, en dan, na een laatste uitleg... Eerst ogen zien. Begint dan eindelijk de recordpoging. Dat mensen hun oren daarvoor sluiten. Hun ogen daarvoor sluiten. De hamvraag is natuurlijk of het publiek wel snapt waar de groep mensen mee bezig is. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Nee. Wereldhepatitisdag. Ik weet helemaal niks. Ik ben net hier. Of de boodschap aankomt is dus nog de vraag. Maar de recordpoging is in ieder geval wel geslaagd. Er doen uiteindelijk 42 mensen mee.
Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het was heel spannend op het laatste moment, maar toch fantastisch. Ja, en voor het weer gaan we naar Wageningen, naar Amara Onwuka. Koelere lucht was een aantocht en afgelopen nacht ging dat gepaard met een aantal stevige buien. In het oosten van Gelderland is hier en daar zelfs meer dan 40 mm gevallen. De komende dagen gaan we dat absoluut niet meer krijgen. Hooguit een klein buitje. Licht wisselvallig, zo zou je het kunnen noemen, met een flinke portie zon, maar wel in de frissere lucht. We liggen aan de flanken van een lage drukgebied. Hier zie je de kern draaien ten noorden van Schotland. Vandaag het wegtrekken van het koufront erachteraan. Uiteindelijk ook een aantal opklaringen, maar in eerste instantie toch wel vrij veel bewolking in de ochtend. In de loop van de avond en de nacht loopt het dan wel weer dicht met de bewolking. We krijgen zelfs weer een aantal buitjes, temperaturen van een graadje of 14. Lang niet meer zo plakkerig. En morgenochtend wellicht valt er nog een enkel buitje daar in het noorden van de provincie. Maar uiteindelijk is het vrij snel overal droog en is het een mooie mix van stapelwolken en vooral toch ook behoorlijk wat zon. Voordat einde van de middag zo vanuit het westen, vanaf het rivierengebied, de bewolking weer een klein beetje dikker gaat worden op nadering van een nieuw klein storingje. Dus eigenlijk gewoon een groot deel van de dag droog met geregeld zon. Temperaturen wel wat lager natuurlijk, 20 graden en een matige zuidwestelijke wind. Temperaturen gaan nog iets verder naar beneden. Met een aantal buitjes op maandag, dinsdag droog, maar wel veel wolken. Woensdag is de mooiste dag, een zomerse dag met 25 graden en geregeld zon. Donderdag leveren we weer wat in. Een enkel buitje, maar ach, die zon die komt ook nog geregeld tevoorschijn. Het nieuws uit deze uitzending kort samengevat. Loos alarm in Dinxperlo. De brandweer rukte uit vanwege een gevaarlijke stof, maar het bleek regenwater. En een vakantietip uit wetenschappelijke hoek. Een nieuwe shampoo brengt je helemaal in de stemming. Dit was het. Ik wens u nog een fijne avond.